Ja, Kendium is een frisbeesport. Je speelt het 2 tegen 2. Nummer 1 die gooit. En die gooit op de tong van de ander. De ander mag dan of erin slaan of er tegenaan slaan. Punten verdienen. Je gooit weer terug op de ander. Die kan weer punten verdienen. Dan zet je een stapje opzij en dan komt je tegenstander aan de beurt. En als je heel veel geluk hebt, dan gooi je hem gelijk in de tong. Dan heb je een instant win en dan win je gelijk. Dus ik ben niet geheel kansloos. Ook al speel je tegen de wereldkampioen. In Amerika is het nog hoger eigenlijk, alleen omdat het is daar ook competitie in het weekend en ze hebben allemaal toernooien daar en nog veel meer eigenlijk dan hier. We mogen heel blij zijn als we dadelijk op het WK de voorronde doorkomen. Dat is wel een beetje ons doel.